Hier is de winnaar van Parijs-Roubaix. Kruist erover zo direct. Douchen en naar Lommel terug. En u ziet hoe vreselijk dat beeld altijd voor renners is die gelost zijn. Iedereen passeert je. Nauwelijks heeft men nog oog voor je. Links en rechts andere renners. En hij weet, het is vandaag niet mijn dag. Ik ga naar huis. Hupsie. Hij pikt zelf niet eens meer in die groepjes. Laat maar aan. Daarmee wordt duidelijk dat het gewoon ook mentaal is. Zo'n wielrennen. Het klampen, het kunnen aanklampen. Dat is de helft van het werk. Kopgroep. Sibbe Grubbe. Het is vrij lange klim. Ja. Bijna 2 kilometer. Maar je kunt hem als je goed bent op het buitenblad rijden. Ja, dat is niet zo. Steven Rooks altijd zei, dat valt plat voor mij. Ja, maar Steven Rooks rijdt zelf de Kouberg op buitenblad 13 of zo. Dat is geen maatstaf. Dat doet hij nog zelfs. Ja. Let hem maar binnen. Ja, daar niet van, maar... Oh, ik plafonneer net, strakke deur. Plafonneer. Het is wel mooi dit. Je hebt hem maar al toch, binnen. Ja, je hebt hem al binnen, ja, maar toch. Hij had graag meegewild. Laat hem alleen gaan.